Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Kart. En het is niet eens Super Mario Kart. Mario Kart Double Dash met Jordi van de Super Guys. De nieuwe Mario Kart Double Dash heet Super Mario Kart Double Dash. Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Nou, we krijgen voor deze console, voor de Switch, krijgen we sowieso geen nieuwe Mario Kart meer. Nee, we krijgen een nieuwe Wave update waarin de Double Dash feature in zit. Dat krijgen we. Nou, dat hoop ik niet. Dan heb je er al niks meer aan. Ik vind gewoon een game met alleen maar Double Dash, zeg maar. Dus niet dat er ook een mogelijkheid is voor single. Dat is van mij niet. Maar het maakt soms de cards wel weer wat toegankelijker hoor. Dus ja, ik zeg gewoon even van. Als het single en dubbel is, vind ik het prima. Als het alleen dubbel is, vind ik het ook prima. Maar ja, qua content, en zie je ook al aan deze, heb je eerlijk gezegd niet zo heel veel meer aan een originele Mario Kart. Ja. Want je hebt wel gezien hoeveel cups er nu in zitten in deze en hoeveel cups erin zitten in 8 Deluxe. Ja. Dat klopt, alleen ja, daarom moeten ze dus ook gewoon een hele hoop nieuwe tracks gaan maken. Klopt, maar zelfs dan zie ik niet gebeuren dat ze ooit nog die hoeveelheid bij kunnen halen. Nou ja, ze kunnen gewoon. Wat doe je? ik had niet in de gaten of ze zoveel zouden uitglijden. Nee. We zitten bij Mario Kart 8. Er zitten ook al een aantal tracks die al voor de tweede of derde keer geremaked zijn. Dus dat kan met andere tracks ook, dat is op zich niet zo'n probleem. Je kan altijd zo'n hoeveelheid nog halen, dat is op zich geen probleem. Nee, klopt. En als de volgende Mario Kart weer een hele console mee moet gaan. Ja, dan is dat zo. Toch even als je erover nadenkt. 8 is eigenlijk 2 consoles meegegaan nu, hè? Ja, precies, dat is waar. En kan je zeggen van ja, maar Deluxe is niet hetzelfde als 8, fuck off. Jawel. Is exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde. Alleen, eigenlijk zouden ze net als met Smash Bros. Wel gewoon een Mario Kart Ultimate moeten maken. Ja, waar maar alle tracks in zitten, waar alle characters in zitten. Dat is zometeen al bijna 8 Deluxe. Nou, daar ben ik het niet mee eens, want er missen nog zoveel tracks. Ja, maar moeten nog zoveel waves uitkomen? Nee, dat is niet waar, maar 3 toch nog. Ja, 3 waves, maar reken maar zo. 3 waves, 8. 3x8. 3x8 naar 24. Ja. Nou. Maar er zijn nog zat tracks die nog niet gemaakt zijn. Die nog niet geremaked zijn. Nee, klopt. Maar ja. Het kleine beetje wat overblijft kan nog een cup op zichzelf zijn. Ik wil gewoon dat ze dan ook echt gewoon helemaal een ultimate moeten maken waar gewoon echt alles in zit. Ook alle characters. Want Funky Kong zit volgens mij niet eens in. Nee, oké. Kijk. Cups. Ga ik je mee discussiëren, maar characters ben ik met je eens. Terwijl als je bijvoorbeeld naar Mario Kart Tour kijkt, daar hebben ze echt heel veel characters dat ik denk van waarom wow. Omdat die kostuums heeft. Ja, nee, maar hoe heet het? Buiten kostuums, hè? Pauline zit in Tour, Boom Boom zit in Tour, King Bobomb zit in Tour. Er zitten best wel veel characters in Tour. Gewoon echt Mario characters, zeg maar. Dixie Kong zit in Tour. Allemaal characters die ook gewoon hieraan kan toevoegen. En je kan een Tour heeft ook nog een aantal tracks die je kan toevoegen. Die ook al straks de dingen helemaal. Alles eruit is, zeg maar. Want in Tour blijft ze toch nieuwe tracks maken. Ja, klopt. Kijk, als heel veel mensen goed internet zouden hebben, zou je die bij wijze van spreken wel met 8 personen kunnen doen. En dan begin je langzaam zeker ook wel goede kart online te krijgen. Want hoeveel mensen doe je noemen niet op, maar ik had 8 Deluxe mee. 6, 7. Ja, en als je toch. Weet je, als je wel voor een Double Dash versie gaat, zeg maar. Dan zou je gewoon dat mensen ook dubbele karakters kunnen gebruiken. Maar dat de karakters dan nog net even wat
specialer zijn dan in deze game, zeg maar, weet je wel. Dus niet alleen item, maar ook en gewicht, maar echt dat ze echt dat die echt specifieke kwaliteiten hebben, zeg maar. Dat is nu ook wel een beetje, maar... Nu is het meer echt items, ja. Ja. Wat ik overigens ook een goed idee vind. Alleen vind ik het bijvoorbeeld jammer dat... dat de ene item zoveel beter is dan de andere, zeg maar. Ja, zoals de change-up voor Baby Mario versus de Bowser Shell. Nou, en de Bowser Shell is ook nog niet eens zo super slecht, want die heeft best wel een grote hitbox. Maar bijvoorbeeld, ik vind de Bowser Shell al beter dan die grote bananen. Zeker in nieuwere games waar je gewoon makkelijk kan ontwijken. Terwijl ik vind bijvoorbeeld die van Birdo en Yoshi ook goed, dat ei. Mm. Maar bijvoorbeeld Waluigi die drie bommetjes kan gooien, ja, dat is nog helemaal niet interessant. Nee, klopt. Klopt. Oké, ja, mooi. Ah, die wou ik. Ja, jammer dan. Ik pak hij nu. Dit, weet je dat dit trouwens de meest gerimeerde track is die er is? Die nu spreekt. Aan de ene kant vind ik dat geloof, aan de andere kant denk ik bij mezelf van wacht even, zijn er geen oudere tracks die vaker zijn geremaked? Nee, dit is de meest geremaked track die er is. Ah. Hij zit in Mario Kart Wii, in Mario Kart 8, Mario Kart deze. Net verkeerd. En hij zit ook in Mario Kart 7. Volgens mij zit hij deze in alle Mario Karts die hierna komen zit hier. Ah. Behalve Mario Kart 2, maar ook. En elke console. Kan je even die shell, die oh ja, sorry. Split geven, dank je. Ik wil graag even iets offensiefs als dat enigszins kan. Ja. We gaan allemaal precies door dat gat heen. Hey. Ja, soms wil je even zo van, weet je wat, de pleuris kan krijgen. Ja. Oh, change on. Ja, maar heeft geen zin meer. Nee. Die hadden we, nou ja, een half minuut geleden moeten krijgen. Ja. Ja, maar nog spannend. Nou, we kunnen geen eerste nul worden. Nee. Tenzij degene voor ons helemaal gelijk eraan gaat. Ja. Ik heb gisteren ook weer een aantal afleveringen met Sander opgenomen van Arkis. Mooi. Sander is al verbannen inmiddels, dus die... dus het einde is in zicht. Ja, het einde is zeker in zicht. En ik heb de Braviary net. Dus hierna komt Sander niet meer op je kanaal? Omdat hij verbannen is? Nou... Zeker wel, komt hij nog op mijn kanaal. Gewoon weer een andere serie met die naam. We hebben nog niet helemaal besloten wat het wordt. Weer een discutabele Pokémon serie. Probably. Het zal waarschijnlijk Pokémon worden, ja. Maar ik wil altijd wel één keer Pokémon op mijn kanaal doen. Aangezien ik het zelf niet doe en het met jou ook niet doe, zeg maar. Hoezo? Ik kan herinneren dat ik met twee series met jou heb gedaan voor Pokémon. Dat weet ik, maar op dit moment bedoel ik, hè? Ja. Dus ik wil
eigenlijk bijna op elk moment wel iets van een Pokémon-serie hebben lopen. Of het nou singleplayer is, of met jou, of met Sander. Ik zal mijn best. Zal je best, en dan helpt de lightning je nog meer. Ah, die heb ik niet eens gezien. Dat was een camouflage banaan, was dat. Ja, een niet rijpe banaan. Dat is echt smerig op die brug. Ja, daarom ook. Ah, ik heb geen ding tegen. Wauw. Ja, maar dan was ik ook net te vroeg. Mm-hmm. Ja, dat maar een itembox kan die ding niet tegenhouden. Wat is dat dan weer voor onzin? Dat kan alleen met dingen, met fysieke dingen. En dat telt een itembox niet bij. Maar ja, weet je wat, ik kan wel heel filosofisch gaan doen, maar wat is fysiek en wat is niet fysiek? Als ik iets zie en ik kan het aanraken, is het fysiek. Ja. Ah, wat een onzin. Ik vind echt dat het goed gaat, dit rondje, zeg maar, met de bochten die ik maak en zo. What the fuck is dit voor een onzin? Ja. Ik ben boos. Ik krijg mijn blue shell. Nope. Ah, ook nog dit gemerkt. Dit was wel mijn schuld, tenminste. Nou, we zijn even bij het ding gekomen, hè? Ja. Hey, gunt dan wel. Van, weet je wat, Kimmy, ga dood voor de brug, en breng je wel over de brug heen. Ja. Ken je dat filmpje dat iemand dan alsnog laatste wordt? Terwijl de eerste staat vlak voor de finish. Nou, weer derde. Ik wil je bedanken. Nee, of tweede, want hun zijn gedeelde eerste, hè? Nee, dan ben je derde in... Als flauw, ja. Ja, het is wel flauw. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos. Oh, blijkbaar wil Siri zich er ook mee bemoeien. Doei!